Teli. Vandaag hebben we het over verkeersveiligheid en hoffelijkheid. Ik kom even mijn neefje en nichtje van school afhalen. Eens zien of ik ze veilig naar huis kan brengen. Alles goed? Ja! Zeg, weten jullie dat we zometeen een politieagent gaan zien? Ja, en die gaat ons zelfs helpen om veilig naar huis te gaan. Superweg, hè? Hallo, meneer Dijk. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat ons even rondleiden naar huis. Maar waarom doet u dat nu juist? Dat is voor de campagne Mijn Maat op Straat. Dat is een hoffelijkheidscampagne en een verkeersveiligheidscampagne waarbij wij gaan aftoetsen in hoeverre dat de kinderen de verkeersregels kennen en in hoeverre dat de mensen vriendelijk zijn naar de kinderen en de kinderen gaan dan ook vriendelijk zijn naar de bestuurders toe. Voor deze campagne hebben we deze mooie fluo handschoenen. Ik zal jullie die al geven. Zo. Dan mogen jullie die al aantrekken en dan zal ik straks uitleggen wat we ermee gaan doen. Zo, zijn we er klaar voor? Dan zijn we hier aan een... Zebrapad. Zebrapad. Kijk, en wat doet die meneer en die meneer? Die stoppen. Die zijn vriendelijk, dan gaan wij oversteken. Dat mag. We gaan op het zebrapad. En dan zwaaien we vriendelijk naar de mensen. En mooi zwaaien, ja. Zo weet je meteen waarom dat die mooie gele handschoenen dienen. Om lief te zwaaien naar de mensen, om ze te bedanken voor hun hoffelijkheid om voor ons te stoppen. Zo, dan zijn we terug aan een kruispunt. Zouden we hier oversteken? Nee. Waarom niet? Omdat er geen zebrapad is. Er is geen zebrapad. We gaan altijd zoeken om over te steken op het zebrapad. Als er geen zebrapad is, hoe kunnen we dan wel veilig oversteken? En door links en rechts te kijken. En dan in de helft van de weg kijken we nogmaals naar rechts en naar links. Zo, daar zijn we nu echte maten op straat. Ja. Daar hebben we stickers voor. Ja. Salut! Ja. Wij hebben vandaag echt veel bijgeleerd. Veilig verkeer is echt wel belangrijk. Wees hoffelijk in het verkeer en respecteer de verkeersregels. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tadaa. Keesha. Dat is echt leuk, hè?